terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Nieuw Super Mario Bros. Wie? Jullie zitten op een u te wachten, hè? Ooit. In de vorige aflevering hebben we wereld 3, hebben we Lemmy verslagen en nu zijn we wereld 4 terechtgekomen in Groot Waterland. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Een levenshuisje is niet nodig, maar ik doe hem nu toch. La 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 la. Oké, zo kan hij wel weer. Oké, zoals je dus ziet, elke wereld heeft zijn eigen setup, zeg maar, van een 1-up huisje. En deze die kan heel veel levens geven als ik nou snel ben. Wacht, hè. Ik zit volgens mij in de verkeerde. Ik had in die andere moeten gaan. Oh ja. Oh, yeah. Want dan kun je veel levens krijgen. Zo krijg je er heel veel. Ik ga het gewoon zo proberen, jongens. Ah. Je kunt zo die hele rits meenemen. En dus zeg maar één leven achterlaat. En zo kun je dus volgens mij iets van 7 levens krijgen of zo. Maar ja, hoe verder dat je zeg maar in de spel gaat, hoe hoger dat de levensballonnetjes ook zullen zijn. En maak je geen zorgen, dit telt niet als level. Dus daar hou ik het heel erg simpel op. Wat hier de bedoeling is, is hetzelfde als alle, drie dingetjes. Waar je 3 paddenstoeltjes van kan krijgen. In tegenstelling tot Mario 3, dit beest komt van Super Mario World af. Dat is geen instant death, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Heel fijn om te weten natuurlijk. In Mario 3 heb je zo'n gigantisch beest zonder stekels en die vreet je gewoon op als je niet uitkijkt. Dus deze die doet dat niet, die zwemt alleen maar rond en die doet gewoon normale damage als een Goomba. Oké, nou even kijken. Is dit 4-2? Ja, dit is 4-2. 4-2 staat niet op een kaart. En met niet op de kaart bedoel ik dat hij dus zeg maar geen extra endings heeft. Nogmaals, extra endings worden bij het begin van een level namelijk aangegeven. Deze is daar niet het geval voor. Dus laten we maar onze vuurbloem pakken. Geen petje meer op hebben. Aangezien dat we maximale levens nog hebben. Nog, met nadruk. Want ik weet zeker, dit gaat fout. En er zit daar een P-switch. En er zat weer iets. Maar dat was geen gigantisch muntje. Oh, kom op! Oh ja, dat kun je niet raken onder water. Dat was ik helemaal vergeten! Sorry! Misschien had ik niet zoveel risico moeten nemen op het moment dat ik die paddenstoel probeerde te bakken. Maar goed, we hebben weer een vuur. Misschien is het beter als ik mijn mond probeer te houden op het moment dat ik enthousiast probeer te zeggen dat we een vuurbloem hebben. Die raak ik toch wel kwijt. Yay! Yay! Niet zo yay. Oké, ik heb weer een vuurbloem. Die hou ik. Ik hou hem. Ik hou hem. Hé, een ster. Wat zit hier dan? Wat is dit? Oké, dat is een leven. Daar hebben we niks aan. Hebben we hier nog meer? Oh, hallo. Don't mind if I do. Dit is niet echt een secret to everybody, is het? Ik bedoel, serieus. Die was nogal makkelijk te pakken. Ik denk dat als je hier snel genoeg bent, dat je hier gewoon een sterrenrun kan doen. Maar ja, we moeten hier echt maar ook nog een extra coin vinden en... Wel grappig gemaakt zo, die zonnestralen aan de zijkant. Zie je daar? Dat is wel mooi gemaakt. Ik weet niet, klein detail. Vind ik leuk. Hup! Oh, kom op! Ik sprong bovenop je harses! Oh, dit wordt linkersoep. Oh boy. Nee. Oké, we hebben hem. Laten we gewoon teruggaan. Screw jullie met jullie springerietes. Ah, kom op. Nee, pennenlaag. Huh. Wist dat jullie weer wel gaan schrijven van... Hij gaat er weer heen. Nee. Ik heb het gehaald. De professional ben. Ja. Noemt hij zichzelf nou professional? Nee. Serieus, ik heb mensen gezien die doen onmogelijke dingen met dit soort spellen, echt. Die spelen gewoon echt zo snel door zo'n spel heen. En dat is gewoon ongelooflijk. En ik ben gewoon een dude die doet het eigenlijk op zijn gemakje en geeft er gewoon audiocommentaar eigenlijk over. En probeert zoveel mogelijk te laten zien van het spel. Dus, maar ja, ik krijg ook heel veel van jullie. En dat vind ik zo geweldig van jullie. Ik krijg heel erg vaak ook reacties, zeg maar, dat jullie ook echt gewoon een spel hebben gekocht. Omdat jullie dan de let's play van mij hebben gezien. En... Nou, ik vind het gaaf om te horen. Ik bedoel, vergeet niet, alles wat ik doe,
typisch. Het meeste wat ik eigenlijk doe, zeg maar, het is 9 van de 10 keer allemaal Nintendo wat ik eigenlijk speel. En ik vind het wel grappig dat ik dus, zeg maar, dat we zo... Oké, ik wist niet dat je daar ook op kon springen. Maar ja, ik klaag niet. Maar ik vind het wel leuk dat ik ondertussen Nintendo... Nou, eigenlijk doen jullie het meer. Kijk, ik ben gewoon de dude die maakt gewoon video's erover. En die zegt gewoon van... En dit is het spel! Maar jullie zijn eigenlijk tenslotte de mensen die dus, zeg maar, het spel kopen. En Nintendo dus nog beter supporten als eigenlijk dat ik doe. Dus eerlijk is eerlijk. Dat hier niet een secret toe... Shit. Screw it! Geef me die checkpoint, dan ben ik weer groot. Oh, minishroom? Heb ik een minishroom nodig? Heb ik hier 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 een minishroom nodig? Ik weet niet. Dat ziet eruit als een mini-entrance. Is dat required? Oh boy. We gaan het zien. Oké, we gaan er gewoon in. Ah, mijn liefde naar de fans wordt gezien in dit spel. Echt, jullie zijn geweldig. En dat is niet op geen enkele manier negatief bedoeld. Ik bedoel, ik ken sommige kijkers die denken wel bij hun eigen van... Daar ga ik nou een hartelijke reactie op laten. Die worden gewoon negeerd, serieus jongens, kom op. Ik bedoel, ik mag toch wel zeggen dat ik jullie tof vind, kom op. Jullie zijn geweldig. En dat blijf ik zeggen. Of het nou vervelend wordt of niet. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn de beste fans die een speler zich maar kan wensen. Voornamelijk ook een let's player. Dus ik ben gewoon echt heel blij. Wat? Volgens mij heeft Charles daar gewoon zijn stem heel erg high pitch gehad of zo. Weet ik veel. Maar goed, we komen dus... Hoezo leef jij weer? Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Goed, we gebruiken gewoon weer een mushroom. En dit keer, en dit is heel apart... In de fortress zit een secret ending. Dit is geen grapje. In deze fortress zit ook echt een secret ending. Dus je kunt kastelen zo vaak overdoen als dat je zou willen. Dus we gaan eerst voor de oorspronkelijke. Want anders zou Wendy gewoon in één keer weglopen en daar heb ik geen zin in. Dus we gaan eerst voor de oorspronkelijke ending. En daarna zien we wel, zeg maar, voor de secret ending. En dit level... Vind ik eigenlijk even, dit is een van mijn favoriete levels, omdat ze maken het eigenlijk best wel uitdagend, zeg maar, met die vallende blokken. En de starcoins, die zijn dus ook zeer sneaky te krijgen. Nogmaals, wel een van mijn favoriete levels, dus zonder enig op onthoud. Laten we maar plezier hebben in dit level. Nou, daar hebben we onze eerste starcoin en deze is best wel makkelijk, dus dat is niet ook de starcoin waar ik het over gehad. Want je hebt, zeg maar, sommige plateaus nu die het extra eng maken... Maar dat, zeg maar, die starcoins zich verborgen houden. Dus, oké, dit is alleen maar voor heel veel muntjes. Zoals je ook ziet, we gaan nou iets sneller ook door de levels heen. Aangezien dat levens verzamelen, muntjes verzamelen niet echt meer een echte nut heeft. En alleen maar eigenlijk een waste of time is. En voordat je dan naar boven toe gaat, niet vergeten. Dit ziet er heel erg verdacht uit. Ja, daar zit een secret to everybody. Kom op. Kom op, skills. Dat dacht ik ook. Moet ik wel heel eventjes denken, waar zat ook alweer die secret ending hier? Ja, rode muntjes. We zouden ze kunnen pakken, maar het is zinloos voor mij. Sorry. Wat ik me niet vergis... Oh, wacht, ik weet alweer waar dat zat, ja. Ik weet nog niet eens trouwens of daar ook de secret coin zat, maar... Oké. Oh, vergeet niet, op het moment dat je onder zo'n blokje terechtkomt, instant death. Nogal weer dus, ik bedoel... One does not simply krijgt een blokje op zijn hoofd en overleeft het. Dus, als ik me niet vergis, zit daar niks? Laten we gewoon kijken. Nee, daar zit niks. Oh nee, het is als je door die warp-pipe heen gaat. Ja, nou weet ik het weer. Als je door die warp-pipe heen gaat, dan moet je snel zijn. Oké. Ik ga wel voor de starcoin, want daar zit de starcoin, maar daar zit namelijk ook de secret. Hier zit de secret, mocht je het willen weten. Oké. En nee, dat was dom. Oké, rustig afwachten hier. Ah, kom op! Ik vind deze best lastig hoor, dat mogen jullie best weten. Dit vind ik een van de lastigste
Starcoin puzzels die ze er eigenlijk tussen hebben gegooid. Oké, dan wachten we hier. En nou moet ik opschieten. Juist. Oké, nou, zoals ik al zei, de secret ending. Ik weet dat die daar zit, maar daar kom ik dadelijk nog wel even bij jullie op. Dus onthoud dat plekje heel eventjes, want dat plekje we hebben nog niet vaak genoeg gezien. En hier zit de secret to everybody. Yay! We hebben weer 98 levens. Oké. Ik moet nou een obvious Peter Pan grap maken. Ik moet het doen. Ik moet het doen. Hallo, Wendy. Ah, sorry. Sorry, ik moest het gewoon eventjes doen. Voor de mensen die willen weten waar dat de grap vandaan komt. Ik heb een Guilty Pleasure hier in mijn DVD-kast liggen. Ik heb namelijk de film Peter Pan deel 2. En geloof me, ik ben geen liefhebber van die film. De enige reden waarom dat ik die film heb, is omdat die is ingesproken. Kapitein Haak wordt ingesproken door niemand minder dan Paul van Gorkum. En jullie weten ondertussen dat Paul van Gorkum mijn favoriete voice actor is. Ik heb een interview met hem gehad. Video's te vinden in de afspeellijsten. En die zegt dus op zo'n hele sneaky, gemene, toch als een gentleman meneer, tegen iemand: hallo, Wendy. Oh, dat is zo mooi. Die ene zin, die heeft zoveel emotie. Letterlijk even jullie. Dus ik moest even die grap maken, sorry daarvoor. Maar dan weten jullie ook waar de oorsprong vandaan komt. Nou, ik knip weer heel eventjes terug naar dat legendarische puntje. En zie jullie dus in een seconde. Want secret endings krijgen extra dood donderend op. Secret endings, die vergeten we natuurlijk niet. Dus op naar dit level nog een keer. Ik ben echt slecht in speedruns. Echt serieus. Het had me 100 seconden gekost om hier te komen. Goed. Op het moment dat je deze warppipe doorgaat, ren zo snel mogelijk richting die plek. Ren zo snel mogelijk naar die muur. Spring hier. En daar is je secret. Oké. Daarom is het best wel een makkelijk... het is een hele makkelijke secret om te missen, laat ik het zo zeggen. En we hebben... Toevallig, hè, 77. Was dit multiplayer geweest, hadden we dus een secret, leuk muziekje gehad. Heel erg leuk om te weten. Dus, maar goed, buiten dat, daar is dat dus de secret. Nou, heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik ben klaar met deze aflevering voor vandaag. Morgen gaan we natuurlijk verder. Ik hoop jullie morgen alweer weer bij een nieuwe aflevering. Dan gaan we weer 3 nieuwe levels doen. Dus, tot dan. Dank jullie wel voor het kijken en tot morgen. Doei!